Mijn beste vrienden, waar u ook bent, waar u zich ook mag bevinden op de wereld, Paramaribo, Bariwan Odi. En wij roepen u dringend op om te helpen in gedachten de strijdbijl in Suriname te begraven. Beste vrienden, het is nog steeds dit wat er hier gebeurt in deze rechtszaak. Die al voorbij is en vandaag zou het vonnis moeten worden uitgevoerd. Deze rechtszaak maakt Suriname nog veel meer tot een verdeelde plantage. Plantage Suriname is al heel lang gewond. En de mensen die denken dat ze die wond kunnen genezen door nog meer en verder te hakken op de samenleving, zijn fout. Vrienden, eerder gezegd, haat maakt geen goede kinderen, man. Tak at die bron net met die boemtje. Ik mocht zelf opmerken, bij de advocaat van de nabestaanden dat hij, wat nooit mag, zichtbaar emotioneel geworden is, doordat hij de samenleving oproept om te eisen dat het vonnis wordt uitgevoerd. Dat is niet de man zijn taak. Sorry. De taak is de verdediging van een cliënt. De cliënt is de nabestaande. Dat zijn de cliënten. En de zaak is afgerond, dan hoort die advocaat niet in de schoenen te gaan staan van het Openbaar Ministerie. Nee, de advocaat moet zich netjes terugtrekken en kijken tot de volgende rechtszaak. Bij iemand anders of zo. Beste vrienden, begraaf de strijdbijl, want het land is al gewond. En de wond wordt nog verder opengetrokken. Wat een wreedheid is dit? Is dit recht? Lieve vrienden, wij vallen elkaar nu aan. Waarom? Omdat we het niet eens zijn met elkaar. En waarom zijn we het niet eens met elkaar? Terwijl we niet daar waren. Terwijl we onze hoofden gebruiken en zien dat er allerlei dingen missen in het geheel. Op dit ogenblik is er een nieuw advocatenteam bestaande uit meester Kastelen, Duwas, Messidjan, meester Naila van Dijk en meester Veira. En dat team heeft aan het Openbaar Ministerie gevraagd om opschorting van het vonnis. Dus om het vonnis niet uit te voeren. En de belangrijkste reden daarvoor is dat de rechters vonnis hebben gelezen en de rechtszaak in behandeling hebben genomen van verdachten die onder de amnestiewet vielen. En dat kan niet. Je zou eerst die amnestiewet nietig moeten verklaren bij wet, dat tot aan zijn DNA, hij kon bakken en dat is het
Voor beter luisteren, er is geen amnestie. Maar als je dat niet hebt gedaan, maar jij gaat wel die zaak behandelen, dan kan je eigenlijk verwachten dat er een paar slimme advocaten opstaan en zeggen van luister nou, hoezo? Je hebt die amnestie wat buiten werking gelaten. En er was amnestie verleend. Waarvoor is amnestie dan? Dus je gaat amnestie verlenen en daarna ga je weer die zaak in behandeling nemen. En zelf zonder dat jij die amnestie wat niet verklaart. Of laat verklaren, zoals het hoort, volgens de wet. Dit is een plantage. Het is een plantage, lieve vrienden, want alles mij geestelijk, alles mij doet zijn woning. Maar ik had u eerder gezegd, en ik had u dat plaatje laten zien, van vrouwen Justitia. En ik zeg u, zij is niet pluis. In Suriname is zij hartstikke thuis. Want daar in onze plantage gaat dat ding over dat ding. Vrienden, de enige oplossing die wij zien is begraaf de strijd bij. Want als je nagaat dat zelf de kerken de nabestaanden helemaal ondersteunen in hun strijd om te gaan, om te... Hey, wat? Remember dat praktisch alle gevechten, alle oorlogen in de wereld zijn ontstaan op basis van het verschil van religie. Daarnaast wordt die religie aangedreven door geld. Ik begrijp dat we jemmen, maar die religie wordt aangedreven door geld. Ik moet niet meer. Is alles pijs en vree. Ook dit gevecht gaat heel ver op de achtergrond. Hoor je de kassa's rekenen. Tingeling, 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 tingeling. Beste vrienden, begraaf die strijdbijl. Sla de handen in elkaar. En laten we samen werken aan een beter Suriname. Laat je niet voor een gek houden en aansturen door de mensen die door haar gerechtigheid zoeken. Want de Mankiri Berda, verschrikkelijk erg. Vreselijk. Maar betekent jij dat? Betekent het dat jij die andere brada van die dader ook moet vermoorden? Op een gegeven moment blijft er niemand meer over in de wereld. Walamala brini. An eye for an eye makes the whole world blind. En atifi, a tooth for a tooth. Allemaal heb je sommen voor. Begraaf die strijdbijl. Het gaat nu heen en weer. Maar Liba Sani. Libi na Sani. Paramaribo Groetje.